Het gemeentehuis van Waalre. Het is dit jaar toch wel het meest gefilmde gebouw in het dorp. En positief is dat niet, want achter deze deuren is het al een half jaar crisis. In die crisis gingen bestuurders en politieke partijen rollenbollend over straat. Wethouders en burgemeester Brenninkmeijer stonden lijnrecht tegenover elkaar en stapten uiteindelijk allemaal op. En waar de gemeente nog steeds mee in de maag zit, er werd mogelijk gelekt naar Studio 040 uit de Vertrouwenscommissie. Die commissie ging over de herbenoeming van Brenninkmeijer. En zo'n lek, dat is zeldzaam. Volgens bestuurskundige Sabine van Zuidam komt het nauwelijks voor en is het zeer ernstig. Lek uit de Vertrouwenscommissie is echt bijna de grootste zonde die je wat dat betreft kan plegen. Het zegt iets over de verhoudingen, blijkbaar, bij een bepaalde personen waarop het een zekere frustratie bestaat. Het is echt, lekker hoort niet. Dat het ernst is, was waarnemend burgemeester Boelhouwer meteen duidelijk. Hij moet schoon schip maken in de gemeente en greep dus meteen in. Ik heb zelf de mededeling te doen dat ik in deze dag aangifte zal gaan doen van het schenden van de wettelijke geheimhoudingsplicht naar aanleiding van publicaties die zijn verschenen in media, waarin dingen gezegd worden die uit de Vertrouwenscommissie zouden komen. Het lekken van vertrouwelijke informatie bij een benoemingsprocedure van een burgemeester. Er staat tot een jaar celstraf op. En niet alleen voor de dader kan de impact groot zijn. Het heeft vooral vaak grote gevolgen voor burgemeesters en burgemeesterskandidaten zelf. Het kan bijvoorbeeld zijn dat zij al in een andere gemeente als burgemeester opereren. En met zelfs als uiterste gevolg dat uiteindelijk daar hun positie onhoudbaar wordt. En zij ook in die gemeente elders moeten opstappen. Staan ze dus dubbel met lege handen. Hoe werk je in een vertrouwenscommissie? Je hebt het wel met elkaar over ervaringen en verwachtingen met hoe de burgemeester opereert, hoe de gemeenteraad opereert. Nou, dat is niet, het helpt niet als dat op straat komt te liggen. Denk ook maar na als je zelf ergens in loondienst bent of dat je werkgever, dat het hele bedrijf waar je werkt exact weet op wat voor manier er feedback is gegeven en wat er van je gevonden wordt. Maar niet alleen voor personen zijn de gevolgen soms groot, als er niet vertrouwelijk met informatie wordt omgegaan. Ook voor de gemeente is er schade, zeker als de verhoudingen verziekt zijn, zoals in Waalre. Het imago van de gemeente kan een flinke knauw krijgen en ook voor het vertrouwen van inwoners in de gemeente, in de overheid, helpt het niet als politici rollenbollend over straat gaan. Ondertussen wordt in Waalre nog in het duister getast, nu het dossier bij justitie ligt. Is er werkelijk gelekt? En zo ja, wie was het? Nou, daar moet het onderzoek nog altijd proberen uit te wijzen. Daar is geen enkel bewijs voor. Er is slechts sprake van een vermoeden. En daar moet straks blijken of dat inderdaad ook zo is. Heeft u niet gewoon gelekt? Volgende vraag. Weet u wie er gelekt heeft? Volgende vraag. Het nieuwe gemeentebestuur en politieke partijen willen vooral vooruitkijken en het verleden begraven. Al wordt dat nog een lastige kluif. Als er in een gemeente de bestuurlijke verhoudingen onder spanning staan en als er veel gedoe is, dan kan het zeker een behoorlijke tijd duren voordat dat weer hersteld is. Dat is niet iets wat over één nacht ijs gaat. Daar wil je echt, gedurende een lange periode moet je daar aan bouwen met elkaar. Juist in het belang ook van de toekomst van een gemeente. Vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Precies.